Hier is voor de uitreiking van de Gouden Televisiering 2014 Ilse de Lange. Dankjewel. Wauw, ik voel me ontzettend vereerd dat ik dit belangrijke moment in jullie midden mag mededelen wie de ringen gaat winnen. Ik kom nu al niet meer. Ik vind het 1000 keer enger dan zingen. In Nederland moeten we vaak, dat is in de muziek zo, maar ook in televisie zo, zijn we een beetje de underdog en we moeten eigenlijk voor soms heel weinig geld en met heel weinig mensen ons meten aan toch ook internationale producties. En nou ja, op televisie is het zo dat wij denk ons niet alleen daaraan meten, maar eigenlijk sterker nog vaak voorop lopen en veel innovatiever zijn dan de rest van de wereld. En dat is denk ik iets waar we ontzettend trots op mogen zijn met z'n allen. Ja, vind ik. En ik snap gewoon hoe ongelooflijk spannend de hele avond al is voor de genomineerden hier in de zaal. En dat genomineerd zijn al zo'n ontzettende bekroning is op het harde werken wat jullie allemaal doen. Met zoveel passie. En ik vind het heel bijzonder dat ik mag zeggen wie hem wint. Tweede worden is ook niet erg op zich. Ook best mooi hoor. Ja. Nou, daar gaat hij dan. Wie had gedacht dat ik dit ooit nog eens zou doen? En het is door het publiek gekozen uiteraard. De winnaar van de Gouden Televisiering 2014 met 46% van de stemmen. Dat is best veel. Flikker Maastricht. We moeten mensen bedanken, er zijn er zoveel. We beginnen natuurlijk eerst met een naam dragen. Het is Maastricht, de stad Limburg-Zuid. Straks aan jullie, hadden we het nooit kunnen maken. De politie Limburg-Zuid, dank jullie wel voor die fantastische medewerking. En natuurlijk de Tros, nu Avro Tros, dat ze ons de kans hebben gegeven. Remco van Leen en Mark Waldman natuurlijk ook. En dan iWorks, de maker van het geheel. Reinoud Oerlemans heeft het verzonnen. Hij zit in L.A. Maar man, wat een top idee was dat. Inmiddels worden wij gerund. De kwaliteit wordt bewaakt door Rolf Kouten en zijn rechterhand. Remco Evers. En natuurlijk de NPO. Dat Marcel Peek ons al die jaren gewoon op vrijdag heeft gegooid. En jij bedankt. Jij bedankt. Deze ring is voor al die unieke crewleden. Martin Schwab, Pieter van Rijn, Willem Helwig, Dennis Wielert. Ik ga geen namen noemen, want dan vergeet ik mensen. En jullie leveren allemaal zo'n unieke bijdrage. Zonder jullie is er geen Flikker Maastricht en is het ook lang niet zo leuk. Mwah. En mag ik zeggen, het is een eer om deze serie te maken. Iedere keer weer voor meer dan 2 miljoen kijkers. Wij hebben zo'n trouwe achterban. Wij hebben zoveel lieve fans. Publiek, dat jullie ons dit cadeau hebben gegeven, is echt de kers op de taart. Oh yeah! En dank jullie wel! Belofte maakt schuld. Het is niet zingen, maar het is... Oh, 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 oh.